Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Professor Layton en de erfenis van de Azran. We gaan op zoek naar clues hier in het archiefdozen van de politie eigenlijk. Dat is op dit moment waar we zijn gebleven. Er staat in deze kast helemaal niks over diefstallen. Dat is niet zo mooi, heeft Emmy misschien wat gevonden. In deze kast staat niks over Tarzan, professor. Hebben we al in die kasten achter de ladder gekeken? En laten we daar eens een kijkje nemen. Kijk, nu kunnen we hier als het goed is inzooming. Ja, dat dacht ik al. Eens kijken. Dozen. Oeh, er is iets in die dozen. Aha, kijk eens hier, professor. Heb je iets gevonden? Dit gaat over een diefstal in het museum. Dat zal toch niet hetzelfde incident zijn dat de politie momenteel aan het onderzoeken is? Nee, dit is een ander incident, maar wel hetzelfde museum. Het is blijkbaar niet de eerste keer dat er is ingebroken. Wat? Hoe vaak is er dan al ingebroken? Blijkbaar is het al de vijfde diefstal dit jaar. Dat is best veel, toch? Ik bedoel, er staan mooie dingen in het museum, maar dan nog. Volgens dit rapport zijn alle gestolen voorwerpen uiteindelijk teruggevonden. Dus telkens als deze dief iets steelt, verliest hij het weer. Dat klinkt als een belabberde dief als je het mij vraagt. Professor, denkt u dat de dief misschien de Skull zou kunnen zijn? De Skull? Je bedoelt dezelfde man die dorpjes met de grond gelijk maakt en zich als vrouw verkleedt? Natuurlijk. Wie zou ik anders bedoelen? Hij was in ieder geval wel op zoek naar de Azraanse ruïnes. Hij is vast en zeker gemeen genoeg om spullen uit het museum te stelen. En sluw genoeg. Sorry dat ik soms even moet hoesten hoor. Een interessante theorie, Luke. Je zou wel eens gelijk kunnen hebben. Laten we echter geen overhaaste conclusies trekken. Daar sluit ik me bij aan. Zover ik kan zien, kan dit rapport ons niks concreets vertellen. Maar professor, zei u niet dat de politie een diefstal aan het onderzoeken is in het museum? U stelt voor dat we er gewoon weg naartoe gaan en kijken wat we zelf kunnen vinden? Precies, dat lijkt me de meest praktische aanpak. Laten we de bus naar Kensington nemen en vanaf daar lopen. Oké, nou dan doen we dat. Hé, daar staat een Piepo. Heeft die Piepo nog wat? U kunt me alles vragen wat u maar wilt. Ik ben een manesje van alle politiezaken. Eens even kijken. Waar willen we naartoe? Naar Kensington. Oh, wat vervelend. Ik weet dat er iets aan de hand is in het museum, maar ze willen me niks vertellen zonder van de publiciteit. Wat is precies het probleem, mevrouw? Oh, wat een welgeklede, elegante heer. Wacht eens even, bent u niet de beroemde archeoloog professor Sycamore? Dit is een geweldige gelegenheid voor een interview. Blijf staan, dit duurt maar een paar minuten. Misschien een andere keer. Neemt u me niet kwalijk, maar ik hoorde dat u het had over het voorval in het museum. Oh, ik snap het al, u bent naar informatie aan het graven. Misschien heeft u het al gehoord, maar de politie heeft het hele museum afgesloten. Ik weet zeker dat er iets groots gaande is. Er valt een primeur te halen, maar ze willen me helemaal niks vertellen. Niks, noppes, nada. Juist, waarschijnlijk is de politie nog bezig met haar onderzoek. Wat heeft dat ermee te maken? Normaal kunnen die agenten niet wachten om vuile was buiten te hangen. Maar nu wil zelfs mijn gebruikelijke bron niks kwijt, tenzij ik dit kleine puzzeltje voor hem oplos. Het wil tot nu toe niet echt lukken. Ik kan niet eeuwig in Londen blijven rondhangen. Als ik geen primeur kan krijgen, haal ik wel ergens anders. U toont een bewonderingswaardige inzet voor uw werk. Oh, dank u. Dat is erg aardig van u. Hier, voordat ik ga, wil ik u een kleinigheidje geven als bedankje. De Wereldcourant is nu beschikbaar in de koffer. Wat is dit? Dat is niet minder dan een prachtig plakboek. U kunt al mijn spannende artikelen van over de hele wereld verzamelen. Ik ben veel onderweg, dus ik weet niet wanneer mijn nieuwe artikelen uitkomen. Maar ik hou de krant in de gaten, oké? Okay? Nou, oké. Okay. Hey, zij is toch die groupie van Grosky.
Oh hemel, ik was Grosky helemaal uit het hoofd verloren en nu ben ik hem kwijt. Hij is zo snel als de bliksem, maar tot nu toe kon ik hem altijd bijhouden. Waarom liet ik me dan ook afleiden door een puzzel? En het ergste is nog dat ik hem niet eens heb kunnen oplossen. Puzzel 34, de toekomst tegemoet. Een man heeft op de eerste verdieping van een hotel een bloemenstal bezocht en wacht nu met een enorme bos rozen in zijn armen vol spanning op de lift. Hij wil namelijk, zijn vriendin ten huwelijk vragen op de 25e verdieping, die op de 25e verdieping op hem wacht. Om zijn zenuwen wat te kalmeren, denkt hij na over de lift waar hij op wacht. Als de lift er 15 seconden over doet om van de eerste naar de 5e verdieping te gaan, hoeveel seconden duurt het dan voor hij de 25e verdieping heeft bereikt? Even kijken. Hij staat op de eerste verdieping. Om zijn zenuwen te kalmeren, denkt hij nou voor... als de lift er 15 seconden doet om van de eerste naar de 5e verdieping te gaan, hoeveel seconden duurt het voor hij de 25e verdieping heeft bereikt? Nou, het ligt er natuurlijk een beetje aan of hij tussendoor nog heeft moeten stoppen, maar ik denk dat ze daar niet echt per se voor zoeken. Dus even kijken, 15 seconden voor de eerste. Nou, dan is het van 1 naar 2, van 2 naar 3, van 3 naar 4 en van 4 naar 5. Dus dat is 4 etages. 5 naar 6, 7 naar, 5 naar 6, 6 naar 7, 7 naar 8, 8 naar 9, 9 naar 10. Wacht, we moeten wel even kijken hoor. Kosten 4. Oké, 4 vingers is 15 seconden. Dus hij is nu bij 5. Dus 5 naar 6, 6 naar 7, 7 naar 8, 9 naar. Nee, 8 naar 9, 9 naar 10, 10 naar 11, 11 naar 12, 12 naar 13, 14, 13 naar 14, 14 naar 15, 16 naar 17. Nee, 15 naar 16, 16 naar 17, 17 naar 18, 18 naar 19, 19 naar 20, 20 naar 21, 21 naar 22, 23, nee, 22 naar 23, 23 naar 24. Oké, dus 10. Het moet... De lift er 15 seconden doet om van de eerste naar de 5e verdieping te gaan. Hoeveel seconden duurt het dan vooruit de 25e verdieping weer uit? Ik denk dat ik iets mis, maar we kijken wel even. Als je de tijd die het duurt van de eerste naar de 5e verdieping als uitgangspunt neemt, dan zou je moeten kunnen uitvogelen hoe lang het duurt naar de 25e verdieping. Hoeveel langer is de afstand van de eerste tot de 25e verdieping dan de afstand van de eerste tot de 5e? 4 en 24. Ah, oké. Okay. 4. Was 15 seconden. Dus 6 keer 15 seconden is 90 seconden. Oh, deze is niet makkelijk. Ja, nice. Heel ziek. Een kind kan er was doen. Oh, dat was makkelijk. Nou, bedankt. Nu kan ik helemaal weer materiaal gaan verzamelen voor de volgende editie van Grosky Gazette. Het wordt een echte knaller. Hebben jullie al gehoord van Grosky dat Grosky is belaagd door een stel boeven? Hij heeft ze allemaal een lesje geleerd natuurlijk. Maar ik maak me nu wel ongerust. Ik vraag me af of Grosky een beetje hulp nodig heeft. Laten we die kant op gaan. Sorry meneer, het museum is momenteel gesloten voor bezoekers. Wilt u alsjeblieft verder lopen? Professor, ze laten ons nog steeds niet in. Wat moeten we nu doen? Kijk eens wie we daar hebben. Hey, what the fuck? Clark? Dat is de vader van Lucas, als het goed is.
Luke, Herschel, wat een verrassing. En wat doen jullie hier? Papa! Clark, fijn je te zien. We hoopten eigenlijk het een en ander te kunnen onderzoeken in het museum. Maar helaas is het gesloten. Zijn jullie bezig met een onderzoek? Wat een toeval. Ik namelijk ook. Goedemiddag, Dr. Triton. Dr. Triton, geloof ik? Gaat u maar naar binnen, hoor. Een momentje, alsjeblieft, agent. Wat ben je nou aan het onderzoeken, papa? Oh, fuck, ik heb hem weggeklikt. Ah, dat klinkt nogal belangrijk. We zullen je niet verder ophouden. Ben je mal? Ik ben blij dat ik je tegenkom. Misschien kun je mijn handje helpen als ik jou het museum in help. Ik moet direct aan het werk. Maar kom naar me toe als je hebt gevonden wat je zoekt. Als je meer wilt weten over onze zaak, kun je de agenten binnen aanspreken. Zij zullen je wel even bijpraten. We zijn binnen. Dit is een hele grote dino. Hintmuntjes ben ik altijd een fan van. Oké. Hoe kan er nu weer zijn ingebroken? Waar waren de bewakers mee bezig? We hebben ze sinds het eerste incident al speciale training gegeven en alle veiligheidsprocedures verbeterd. Misschien weet iemand wanneer er van wacht wordt gewisseld of wat hun routes zijn. Jongeman, dat is onmogelijk. Dat soort risico's vermijden we altijd door dienstroosters van bewakers strikt geheim te houden. We hebben elke bewaker in dit gebouw zorgvuldig nagetrokken. Daarnaast vertellen we ze alleen wat ze moeten weten. En toch is er iets gestolen. Ik snap het niet. Heeft u het al gehoord? We hebben de dief niet gevangen, maar we hebben de gestolen voorwerpen wel teruggevonden. En dat gaat het uiteindelijk toch om, nietwaar? Het is tenminste iets. Mag ik vragen hoe de gestolen voorwerpen zijn teruggevonden? Daar weet ik het fijne niet van. Het voetvolk krijgt geen details te horen over zaken als deze. Maar ik ga ervan uit dat de hele operatie op rolletjes liep. We hebben hier bij Scotland Yard namelijk de beste agenten van het land. De crème de la crème, om het zo maar even te zeggen. Maar u heeft de dief niet gevangen. Nou, dat is slechts een kwestie van tijd, jonge dame. Let maar op. Zo komen we nergens. We hebben concrete informatie nodig. Wellicht moeten we even met Clark gaan praten. Waar is hij eigenlijk? Ik zie hem nergens. Hij is waarschijnlijk door die gang gegaan. Ik ben benieuwd wat hij momenteel aan het onderzoeken is. Laten we gaan kijken. Dat ziet er als een stukje Asraanse gebeuren uit. Aan de kleur te zien. Herschel, precies op tijd. Kijk hier eens. Is dat... Dat is een van de voorwerpen die de politie heeft teruggevonden. Maar tja, kijk zelf maar eens. Ah, dat is erg jammer. Inderdaad, het was immers een zeer waardevolle archeologische vondst die de uitnodigde tot nader onderzoek. Dit voorwerp is namelijk anachronistisch. Anachrowattes? Het past niet binnen zijn tijdperk. Wellicht is de technologie veel geavanceerder dan men zou verwachten. Oké. Hoe dan ook, het museum wilde de voorwerpen restaureren en opnieuw tentoonstellen. Maar de conservator merkte iets vreemds op toen hij vergeleek met de foto's uit de catalogus. Omdat ik lid was van het team dat deze voorwerpen heeft opgegraven, vroeg hij mij om ze te onderzoeken. Aha, en wat is je conclusie? Nou, het is behoorlijk raadselachtig. Wat is er dan, papa? Ik geloof dat er een aantal vervalsingen tussen de echte stukken zitten. Huh? Wat? Maar waarom? Ik heb geen idee, maar ik ben net klaar met het identificeren van de vervalsingen. Herschel, jij was altijd zo goed in dit soort dingen. Kijk eens even, misschien heb ik iets over het hoofd gezien. Maar natuurlijk. Dat is waarschijnlijk ook hoe het gestolen wordt. Het wordt gejat en dan vinden ze nepperts terug en dan denken ze dat ze het echt hebben gevonden.
De politie heeft dit eeuwenoude artefact dat gestolen was van het museum weten terug te vinden, maar helaas is het kapot. De conservator ontdekte dat er vervalsingen tussen de echte stukken zaten toen hij onderzocht of het gerepareerd kon worden. Je hebt een foto van het artefact in de catalogus van het museum gevonden. Gebruik dit om de echte stukken te vinden en leg ze daarna in de vitrine. Oké. Die ziet er echt uit. Die ziet er echt uit. Die. Deze niet. Die is nep. Ja. Die is nep. En die is echt. Ik denk dat die twee nep zijn. Dit zou het moeten zijn. Oké, dit was iets te snel. Hier moet ik me nog eens over buigen. Ik heb blijkbaar iets belangrijks gemist. Ik weet niet of dit makkelijker is voor jullie. Misschien dat jullie het net even wat beter kunnen zien zo. Verder ziet alles er wel gewoon echt uit. Deze, dat is het eerste vakje. Volgens mij is die gewoon goed. Die is ook gewoon goed. Die ook. Het ziet er allemaal gewoon echt uit. Even kijken. Vergelijk de stukken die je hebt eens met de foto van het echte artefact. Elk stuk heeft zijn eigen specifieke kenmerken die het eenvoudig moeten maken om te zien of er verschillen zijn tussen de stukken die je hebt en de echte stukken. Van de 9 stukken die je hebt, zijn er 7 die hetzelfde lijken als de stukken op de foto. Maar kijk nog eens goed voor je antwoord geeft. Oké. Oh, wauw. Oké, wacht. Zien jullie dit? Die foto is een spiegelbeeld. Wauw, oké. Dus dat betekent dat juist alleen die twee niet kloppen. Of dat alleen die twee kloppen. Eens kijken of dit juist is. Wauw, oké. Al zeg ik het zelf. Was wel grappig bedacht. Het lijkt erop dat bijna alle stukken zijn vervalst. Precies, ik wilde dit ook niet geloven. Ik hoopte eigenlijk dat je een fout in mijn redenatie zou zien. Je moet een verklaring voor zijn. Wellicht moeten we de beschikbare informatie opnieuw bekijken. Ha, typisch Herschel. Goed, laten we alle mogelijke mogelijkheden nog eens goed overwegen. Ik hoor het wel als je klaar bent. Trouwens, Herschel, is dat... Ah, maar natuurlijk, jullie hebben elkaar nog niet in levende lijven ontmoet, wel? Mijn excuses, ik heb mezelf nog niet voorgesteld. Ik ben Desmond Sycamore.
Clark Triton. Het is een eer u eindelijk te ontmoeten, professor Sycamore. Ik moet toegeven dat deze omstandigheden hoogst ongebruikelijk zijn. Geen probleem, als archeoloog ben ik net zo gretig als u om deze dief en vandaal voor het gerecht te slepen. Ja, we zullen je op elke mogelijke manier bijstaan. Clark, weet je iets over de rest van de gestolen voorwerpen? Los de puzzel op, oké. Jazeker, ik heb hier zelfs een volledig rapport van Scotland Yard. Eens even kijken. Alle vijf de relieken zijn opgegraven op verschillende locaties, maar altijd dieper dan andere vondsten uit hetzelfde gebied. De relieken zijn elk door andere donateurs geschonken en hun authenticiteit is geverifieerd ten tijde van ontvangst. Ze lagen erg diep onder de grond, dus ze zullen extreem oud zijn. Wellicht was dat moeilijk om hun precieze oorsprong te bepalen. Juist, dat klopt. Geen van de relieken behoorde tot een beschaving die leefde in het gebied waar ze gevonden zijn. Professor, denkt u wellicht... Ja, het heeft alle schijn van dat deze relieken van Azraanse afkomst zijn. Ik heb een donkerbruin vermoeden wie het gedaan heeft. Wat denkt u, professor? Wie heeft de relieken gestolen? Targent? Aha. Het moet Targent geweest zijn. Dat vermoed ik ook. En ze zijn zeker in staat om zulke diefstallen te plegen. Targent? Een machtige en meedogenloze organisatie. Hun interesse in de Azran grenst aan obsessie. Die zullen geen scrupules hebben tegen het beroven van een museum. Maar begrijp nog steeds niet hoe ze het hebben klaargespeeld. Na de eerste inbraak heeft de politie de beveiliging meteen enorm aangescherpt. Alle informatie over het museum werd strikt vertrouwelijk gehouden. Met name de roosters en routes van de bewakers. Ik snap niet hoe de dief tot 5 keer toe naar binnen en naar buiten kan glippen zonder gezien te worden. Ik geloof dat ik wel een manier kan verzinnen, professor. Ik vrees dat ik tot dezelfde treurige conclusie ben gekomen. De meervoudige inbraken vormen een doorslaggevende bewijs. Bewijs voor wat? Leg me het alsjeblieft uit. Goed. Hij werkt voor Scotland Yard. De dader moet zich binnen Scotland Yard bevinden. Ik zie geen enkele andere mogelijkheid. Als alleen de politie van het dienstrooster van de bewakers op de hoogte is, moet de dader één van hen zijn. Ik was inderdaad tot dezelfde conclusie gekomen. Mijn hemel, maar in dat geval hebben we geen idee waar we aan toe zijn. Maar er zit nog iets anders dwars. Dat vernielde reliek. Waar kwamen die nagemaakte stukken vandaan? Zouden alle teruggevonden relieken vervalsingen kunnen zijn? Dr. Triton, hoe moeilijk zou het zijn om vervalsingen te creëren die de experts van dit museum om de tuin kunnen leiden? Zeer moeilijk. Het is meer... dan een kwestie van tijd en geld. Het vereist vooral archeologische kennis, vakmanschap. Allemaal zaken waar Targent meer dan genoeg van heeft, vrees ik. Maar wat ze niet hadden, was een manier om de vervalsingen terug te brengen naar het museum zonder argwaan te wekken. Tenzij... Het waren al vervalsingen? Nee, oké. Dan is het tijdens het onderzoek geplaatst. De agenten leken niks te weten over het vinden van de relieken. Wat als de hele politieonderzoek één grote façade was? Organiseer een zogenaamd onderzoek terwijl de vervalsingen worden gemaakt. Vind ze terug als ze helemaal klaar zijn. Zie je, dat is wat ik net zei. Dat is niet eens zo'n gek idee, mits de dader inderdaad een lid is van de politie, zoals je al voorstelde. Ik vrees dat we hier met iets grootschaligs te maken hebben. Een eenvoudige agent zou dit nooit kunnen klaarspelen. Nee, de dader is iemand in een positie met veel macht. Ik geloof dat Targent een mol heeft binnen de hoogste politierangen. De puzzel is opgelost en daar gingen we voor. Dat zal toch niet waar zijn? Als ze zo diep zijn doordrongen in onze samenleving. Targent's macht moet enorm zijn. Lukt het allemaal, Dr. Triton? Heeft u nog iets opmerkelijks gevonden? Nee, alles is in orde, agent. Dank u. Ik zou deze relieken graag wat langer bestuderen als u het niet erg vindt. Natuurlijk, Dr. Triton. Gaat uw gang.
Ik onderzoek het museum nog op sporen. Geef maar een gil als u iets nodig heeft. Zal ik doen. Bedankt. Dat was zeer behoedzaam van u. Als er daadwerkelijk een mol in de politie zit, kunnen we maar beter het in het ongewisse houden over wat we weten, nietwaar? Inderdaad, we hebben geen reden om de agenten hier te wantrouwen, maar ze weten niet aan wie ze verslag zullen uitbrengen. Ik geloof dat we het beter is als we meteen een bezoek brengen aan Scotland Yard. Inderdaad, we moeten zo snel mogelijk achterhalen wie de mol is zonder argwaan te wekken. Laten we de bus nemen. Laten we de aflevering beëindigen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en zie ik je graag bij de volgende aflevering. Adios, amigos.